Van Aken, kijk eens, sterk. Draait weg van de match en dan de vrijheid voor Niel de Pauw. Dit kan het worden, dit wordt het ook. Jawel, het is 0-1 voor Sporting Lokeren. Ze werden gevaarlijker de voorbije minuten. En nu is het raak, 19e minuut van de wedstrijd. De match die moet terug en uitkijken, want de Pauw had dat in de gaten dat hij Kiet zou aanspelen. En nu is het uitkijken voor Lokeren, want daar is Chevalier met de gelijkmaker. Ja, ja. Het heeft niet lang geduurd, die voorsprong voor Sporting Lokeren, want Teddy Chevalier die maakte net als Niel de Pauw daarnet ook zijn eerste goal van het seizoen. Marušić nu. Tambe is mee aan de rechterkant. Chevalier. Chevalier met een goede bal. Daar is de kopslag en de goal. Jawel, het is 2-1. Santini. Hij maakt er 2-1 van de Kroaat. Met zijn tweede van het seizoen. Schitterende bal van Teddy Chevalier. En de kopslag van de Kroatische spits is raak. Stilaan gaan we naar de laatste 10 minuten in deze eerste helft. Met de gelijkmaker van Hans van Aken. Het is 2-2. En het is Van Aken die Lokeren weer op gelijke hoogte brengt met een rake kopbal. Daar is Niel de Pauw plots en er is ruimte, maar de Pauw gaat het zelf doen en doet dat fantastisch. Niel de Pauw, ja, we gaan het niet meer mogen zeggen dat hij veel kansen nodig heeft om te scoren. Want hij maakt zijn tweede vandaag. Met een flinke streep zorgt hij voor de voorsprong. Voor Sporting Lokeren. De Mets. Nou, niet slim van Ulens. Die verstopte zich wat. Krijgt de bal nu toch met wat vertraging nog aangespeeld. En dan bijna een on-goal van Maric. Koppa zat er nog bij. Spieker die nogmaals aandringt dat er niks mag op het terrein worden gegooid. In het belang van KV Kortrijk. Ja, dat klopt natuurlijk. De corner. Santini, daar is nog de kans voor Klaassen en de bal van de lijn gered door een Baaienleien. En Kortrijk heeft gestreden, heeft de kans gemaakt op meer dan een nederlaag, zeker en vast. Maar in de tweede helft konden ze Sporting Lokeren te weinig bedreigen. En de vroege 2-3 van Niel de Pauw zijn ze niet meer te boven gekomen. En zo een derde thuisnederlaag op 4 wedstrijden voor KVK. 1-12.